Leerlingen van leerjaar 3 tot en met 8 van het basisonderwijs zijn vandaag gestart met peilingstoetsen. Onze nieuwsdienst bracht een bezoek aan de OS Senja school en legde wat indrukken vast. Schooldirecteur Mayra Chonafo vertelt dat leerlingen uit leerjaar 3 gedurende 2 dagen peilingstoetsen zullen maken, terwijl de overige leerjaren verspreid over 3 dagen de toets zullen afleggen. De leerlingen van leerjaar 3 worden getoetst op rekenen en algemene taalkennis. De overige leerjaren worden getoetst op tekstbegrip, rekenen en algemene taalkennis. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil met deze peilingstoetsen het niveau van beheersing van de leerstof bepalen. De resultaten uit de toets zullen gebruikt worden om het onderwijs te verbeteren. Bijzonder is dat de resultaten van de individuele scholen niet bekendgemaakt worden, maar alleen op landelijk niveau worden verstrekt. In voorgaande schooljaren werden de peilingstoetsen afgenomen in leerjaar 4, 6 en 8. Daarbij werden de kinderen getoetst op taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.